Heel goed avond iedereen. Ik weet het, er is al veel Amerika voorbij gekomen dankzij de collega's van Ter Zake en het journaal, maar het gebeurt dan ook maar één keer om de vier jaar. Wij gaan met David Kriekemans, professor David Kriekemans, bekijken wat Joe Biden allemaal van plan is met Amerika en met de rest van de wereld. Dat is helemaal de winkel van de professor internationale betrekkingen. Hij wil er snel werk van maken, denk ik, hè, Joe Biden. Ja, ik denk het wel, maar zijn taak is natuurlijk gigantisch. Coronacrisis, economische crisis, klimaatcrisis. Er ligt heel wat op zijn bord. Ja, en een land verenigen, dat zat heel dat erg ook. In de speech. Hè. Dat gaan we straks allemaal bekijken. Ook aan tafel Dirk Ramakers, hoofd van de vaccinatie taskforce. Ik vermoed dat hij wel enkele vragen gekregen heeft de voorbije 24 uur. Ik ga er nog een paar bij doen, want het begint allemaal wat verwarrend te worden bij momenten. En met Erika Vliegen praat ik over hoe ongerust al die coronavarianten haar maken en of zij vindt dat er best extra maatregelen genomen worden. Vrijdag is het overlegcomité. U kan ons nu al inlichten, mevrouw Vliegen. Zoals een goede gewoonte. Hè? Absoluut. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Het was best emotioneel daar straks aan het Capitool. Sinds iets voor zes onze tijd dan is Joe Biden officieel de 46e president van de Verenigde Staten. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of president of the United States. Office of president of the United States. And will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. En toen was het officieel. Ik ga eerst eens vragen aan de coronakant van de tafel. Hebben jullie nog tijd voor om dergelijke dingen te volgen? Heel weinig. Ik had deze beelden nog niet gezien. Maar ja, natuurlijk, het is wel heel belangrijk nieuws. Dus dat leeft wel en je kijkt natuurlijk tussen de bedrijven door wel naar het nieuws. Heeft u iets van de evenlegging? Ja, stukje wel. Tussendoor eventjes zo nu en dan kunnen kijken. En vooral medewerkers die dan toch wat fragmenten of wat quotes doorstuurden. Ja. Corona is natuurlijk nog een grote issue daar, 400.000 doden. Professor Kriekemans, u bent buiten expert internationale betrekkingen ook gepassioneerd Amerika-volger. Dat blijft toch iets bijzonders, hè? Eén keer in de vier jaar? Dat is een bijzonder moment. Het is een symboliek natuurlijk. Hè. De democratie hernieuwt zich om de vier jaar. En in deze editie is het natuurlijk wel bijzonder... Symbolisch natuurlijk, 4 jaar Trump, 4 jaar de checks en balances in het Amerikaanse politieke systeem die bijna onderuit zijn gehaald. En meneer Biden die probeert opnieuw te verenigen. Mm-hmm. Dus hij ook de democratie heeft gewonnen. Het is niet echt een race tussen kandidaten, de democratie heeft gewonnen vandaag. Ja, dat is zijn boodschap. Dat is zijn boodschap. Natuurlijk, we weten, de man heeft 80 miljoen kiezers. Maar er zijn er ook 74 die voor Donald Trump hebben gestemd natuurlijk. En het land is... diep verdeeld. Ja. Zijn er u, want we gaan straks over de speech praten, los van die speech en Joe Biden zelf, zijn er u dingen opgevallen? Ja, kijk, ik denk dat Joe Biden natuurlijk als persoon wel interessant is in die zin dat hij toch heel wat tragiek in zijn eigen persoonlijke leven heeft meegemaakt. Hij heeft zijn eigen vrouw en kind verloren. Later nog eens zijn zoon Beau Biden verloren. En gisteravond met de coronacrisis heeft hij ook vanuit die tragiek vanuit de tragiek proberen tot empathie te komen tot de anderen. En ik denk dat dat eigenlijk de boodschap is. Dus de man is wel gecast voor een nieuw verhaal, denk ik. Veel diversiteit op de bühne daar ook. Hè. Lady Gaga kwam zingen, Jennifer Lopez, de Latino roots, ook even in het Spaans de mensen toegesproken tijdens haar nummer. Inclusie is denk ik een centraal thema. Ook de heterogeniteit van de Verenigde Staten. Trouwens ook de heterogeniteit van de Democratische Partij. Die zal... In tegenstelling tot de Republikeinen, als je de samenstelling ook bekijkt. Ja, heel juist. Dus de toekomst van de Democratische Partij moet ook gestalte krijgen door Joe Biden als een soort van overgangsfiguur, een brugfunctie die hij vervult.
en dat ook gesymboliseerd heeft vandaag met die speech. We gaan zo meteen kijken hoe hij dat zal doen, ook op het internationale toneel, want daar zal ook wel een en ander veranderen. Maar eerst toch eens kijken in Washington D.C., want Björn Soenes die is daar nog altijd. Björn, goedemiddag voor jou zeker. Vertel eens, hoe heb je het beleefd daar? Want natuurlijk, ik zei het daarnet, veel emoties op het podium hebben we toch wel gezien bij verschillende mensen. Anderzijds, heel veel vlaggetjes daar achter jou, maar geen publiek, geen echte mensen. Hè? Nee, het was een televisie-evenement en je moet maar kijken, Bart. Hier staan alleen maar vlaggen. Je ziet het hier, de vlag van Arkansas, dan de vlag van Missouri, de vlag van Georgia. Alle vlaggen van de 50 staten staan hier. En eigenlijk, als je de cameraman even naar daar, zie je dat we hier omheind zitten. We zijn gekooid. En hier en daar zie je een verdwaalde militair staan, daar zie je er twee staan. Ja, er is hier gewoon geen volk. Mensen die wilden komen, geraakten niet dichterbij. Het was een televisie-evenement en daar was die ontroering en die inclusie wel degelijk te zien. Maar hier, ja, kijk, je ziet hier die hokjes staan. Vanuit zo'n hokje, zo'n tentje, zijn wij live moeten gaan. Je mag hier eigenlijk op deze manier niet live gaan, maar ja, kijk, het is nu voorbij, dus het gaat wel. Dus een heel bijzondere gebeurtenis, helemaal anders dan 4 jaar geleden toen ik hier ook stond tussen een massa mensen die stonden met een hand op het hart toen het volkslied werd gezongen dit jaar door Lady Gaga. Ja, dat is allemaal afwezig. Die emotie zal thuis beleefd zijn. Ik hoor het wel van mensen die ik ken in waar ik woon in New York, die gekeken hebben en die tranen in de ogen kregen, vooral bij die Amanda Gorman, die jonge poëte, die jonge dichteres van 22 jaar die het had over het licht en dat we de moed moeten hebben om het licht te zien, want er zijn heel veel crisissen hier in dit land die moeten opgelost worden en Joe Biden lijkt, ondanks zijn leeftijd, de man van het moment die met zijn empathie, zijn warmte, zijn zachte karakter, zijn inlevingsvermogen over hoe het is om verlies te hebben, om die taak op zich te nemen, om mensen te verenigen. En ik kan eens iets positiefs zeggen, Bart. Er zijn 17 nieuwe congresleden van de Republikeinse Partij die aan Joe Biden hebben laten weten per brief dat ze de politieke stilstand beu zijn en dat ze willen samenwerken, dat de Amerikanen willen dat er iets verandert in een land, dat er iets gedaan wordt door de politiek. Dus positieve boodschap toch. Kijk eens aan, dat is al een beetje verbinding. Misschien kort nog, Björn, is alles rustig gebleven, want er werd wel wat aangekondigd en ik hoorde ook, wat was het in Virginia, mensen die met wapens klaar stonden en dergelijke, maar we hebben geen melding gehad van incidenten. Nee. Iedereen is blijkbaar in zijn hol gekropen. Helemaal anders dan toen we hier 2 weken geleden stonden. Maar kijk, er is nu een ex-president, een nieuw tijdperk. Ik denk, als we mogelijke golven van geweld, terreur of onrust zullen krijgen, dat we het later zullen krijgen bij bepaalde beleidsdaden die zullen worden gesteld, maar dat men nu even rustig is gebleven. Niemand had ook de moed waarschijnlijk of ook het idee opgevat om te komen als er 25.000 soldaten je staan op te wachten. Dat zou niet getuigen van enorme intelligentie. Dat is waar. Oké. Okay. Dankjewel, Björn, voor al je bijdrage vandaag. En ik stel voor, professor, dat wij eens naar de speech gaan kijken. Hij had inderdaad al na zijn overwinning gezegd dat hij zou willen verbinden, dat hij de president van alle Amerikanen zou worden. En dat heeft hij, daar heeft hij toch echt ook vanmiddag weer de nadruk op gelegd. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy. Unity. With unity, we can do great things, important things. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. And we must meet this moment as the United States of America. Dat wordt een van de grote uitdagingen, denk ik. Hè? Als ik dat dan van Björn hoor, dat er al een aantal Republikeinen, dat was het 12, die gezegd hebben, kom, we gaan dat doen, want we zijn het te beu. Wat denkt u, wat zijn zijn kansen om daarin te slagen?
Wel, dat is natuurlijk de uitdaging of hij erin slaagt om met die Republikeinse partij samen te werken. Een Republikeinse partij die zichzelf moet uitvinden en die moet uitvlooien hoe dat post-Trump-tijdperk er nu uitziet. Want de man zit nu in Mar-a-Lago. Hij kan niet meer kwaad twitteren, maar hij zal misschien via een eigen mediakanaal of andere misschien toch nog wel invloed proberen uit te oefenen op die Republikeinse partij. En op zijn minst de illusie wekken dat hij misschien nog kandidaat zou zijn in 2024. Omgekeerd zit Biden ook nog met een ander probleem, namelijk ter linkerzijde. En denk maar aan Bernie Sanders bijvoorbeeld, de grassroots-beweging. Want Biden is, wordt omschreven als een centrumfiguur. Ja, hij is absoluut een centrumfiguur. Maar natuurlijk, die grassroots-beweging die zegt ook, het is dankzij ons dat u president bent. En hier is onze wenslijst. En die wenslijst gaat vrij ver in het beschermen niet alleen van werknemers, maar allerlei sociale maatregelen. En dus zal Biden een balans moeten zoeken en soms met zijn eigen partij moeten werken, maar misschien soms ook ter linkerzijde een beetje moeten verlaten om dan de brug te slaan naar de Republikeinen. Dus het wordt een hele balansoefening. Puur praktisch bekeken, hoe lastig kunnen de Republikeinen het maken? Want ik denk dat veel mensen verkeerdelijk de indruk hebben, die meerderheid in het huis en de Senaat is binnen. Maar dat betekent niet dat hij zomaar eender wat kan doen, begrijp ik. Nee. We moeten dan vooral naar de grote dossiers kijken. Kijk naar de Senaat. Hè. De Senaat heeft de power of the purse, dus de begroting. Ja, die marge daar is flinterdun. 50 democraten plus mevrouw Kamala Harris als vicepresident. Dus dat is een flinterdunne marge. En binnen 2 jaar zijn er weer opnieuw verkiezingen. Natuurlijk, 1/3 van de Senaat vernieuwt zich en het volledige huis. Dus dat wil zeggen dat de marge bijzonder beperkt is natuurlijk. En dat hij bruggen zal moeten slaan, onvermijdelijk, met die Republikeinse partij. Om dat filibusteren tegen te gaan, de vertragingsmanoeuvres van de Republikeinen, want dan kan het een zootje worden. Onder andere ook dat, maar er is denk ik wel een belangrijke ontwikkeling en dat is dat Mitch McConnell, nu de Senate Minority Leader van de Republikeinen, hè. Mitch McConnell, dus die heeft eigenlijk gezegd dat hij meent dat inderdaad Trump die bende op 6 januari heeft aangestookt. En dus zegt hij eigenlijk impliciet dat er impeachable offenses zijn. Mm-hmm. En hij wil eigenlijk de Republikeinse partij zuiveren van Trump-elementen. Dus we gaan daar een hele machtsstrijd zien in die Republikeinse partij. En dat zal natuurlijk bepalen in hoeverre Biden met de gematigde elementen in die Republikeinse partij kan samenwerken of niet. Dat wordt boeiend om te volgen, denk ik. Ik wil nog een stukje uit zijn speech laten zien. Ook iets, denk ik, heel opmerkelijk over de waarheid die heel belangrijk geweest is de voorbije 4 jaar. Of het in ter discussie stellen van de waarheid, heeft hij ook iets van opgenomen vanmiddag. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. Ja, opmerkelijk toch voor een presidentiële speech, nee? Ja, belangrijk. Een inauguratiespeech bedoel ik. Ja, belangrijk, omdat het een césuur probeert te maken met de voorgaande periode. Ja. Elkaar terug in de ogen kijken. Ja, zo ver gaat het zelfs in die Amerikaanse maatschappij dat sommigen die vrienden waren niet meer met elkaar kunnen praten. Maar is het goed over die feiten, want dat gaat bijvoorbeeld ook over corona. Wat is er al verteld dat zou helpen? Bleekmiddel injecteren. Ik denk dat jullie toen ook wel ogen getrokken hebben. Absoluut. En ik denk dat gaat breder dan alleen maar Trump. Hè. Maar de zoektocht naar de waarheid en naar objectiviteit en een rustig, eerlijk debat, ja, dat is heel belangrijk. Ja, klopt. Ook de cijfers op zich. Ja. In de verschillende staten, de mortaliteitscijfers, dat is ook een heel debat geweest, ook via Twitter. Waar verkeerde informatie werd verspreid. Ja, absoluut. En gelukkig een aantal van de meer vooraanstaande wetenschappers hebben dat toch wel vaak tegengesproken. Kijk naar wat met dokter Fauci een paar keer gebeurd is. Die zelfs publiek, ondanks het feit dat hij feitelijk de juiste dingen zei. De Mark van Ranst van de States. Ja,
zoals de wijze van spreken daar belachelijk gemaakt werd. Mm. Terwijl hij echt wel de zaken, de puntjes op die wilde zetten. Ja, goed. Zullen we eens kijken naar het buitenland, wat hij daarvan plan is. U zei van dat is toch wel een stukje uit de speech dat ik wil laten zien als het over de banden met het buitenland gaat. Mm-hmm. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. Wat zegt hij daar? Hij zegt daar dat er een boodschap aan de rest van de wereld. De Verenigde Staten heeft heel wat crisissen doorgemaakt nu, maar we hebben die we have overcome. Hè? Dus we hebben dat doorgemaakt en we staan er nu sterker. Hij zegt ook eigenlijk dat de Verenigde Staten eigenlijk terug bereid is om te leiden. Dat de transatlantische relatie met de Europese landen herbevestigd wordt. En dat wij samen zullen moeten optrekken om een aantal grote wereldproblemen op te lossen. Eentje daarvan na de coronacrisis is uiteraard de klimaatverandering. En als u zegt een leidende rol, ziet u daar de Amerikanen dan opnieuw een voortrekkersrol misschien zelfs gaan spelen? Wel, het probleem van Joe Biden is dat zijn bord zodanig vol is dat er nog een aantal borden bij moeten gezet worden. Dus hij zal keuzes moeten maken. En dat wil zeggen dat hij niet alles zal kunnen doen. Ik denk dat hij in eerste instantie zich zal moeten focussen op de coronacrisis en de financieel-economische gevolgen daarvan. En dat hij daarnaast ook andere keuzes zal moeten maken. Een van die andere keuzes is China. En daar is er een opmerkelijke parallel met Donald Trump, omdat eigenlijk Blinken, de nieuwe buitenlandminister van de Verenigde Staten, hij moet nog wel bevestigd worden door de Senaat, dat die eigenlijk zei dat, dat het aanpakken van China, dat eigenlijk wel noodzakelijk is, maar niet met de methodes van Donald Trump. En heeft hij gezegd hoe ze het dan wel gaan doen? Wel, dat hebben ze nog niet volledig gezegd, maar Biden heeft eerder in het jaar al wel aangegeven dat hij samen met de Europese Unie wil optrekken. Ik denk dat in eerste instantie onder andere met de Chinezen eens zal moeten gepraat worden over gezondheid en pandemieën en hoe dat men dat moet aanpakken. Maar hoe ziet u dat concreet in zijn werk gaan, dat ze toch op een of andere manier een vuist blijven? Want ja, Trump, dat is een lange machtsstrijd geweest met de Chinezen. Dat het er misschien wel wat beleefder aan zal toegaan, maar dat het wel nog altijd met een serieuze vuist op tafel zal zijn? Of hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel, ik denk dat er met een moeilijk woord, compartimentalisering, dus met andere woorden, afhankelijk van het dossier, zal men China anders benaderen. Ik denk dat op het geostrategische vlak, dus de grote militaire dossiers, dat we daar verder confrontatie gaan zien. We gaan verder spanningen zien in de Zuid-Chinese zee. Dat heeft te maken met invloedssferen, aanvoerlijnen, grondstoffen. Dus op dat vlak gaat er niet al te veel veranderen? Gaat er niet al te veel veranderen, denk ik. Maar op het vlak van de economische dossiers denk ik dat Biden nu ook voor de Europese landen een opportuniteit is om met China een soort van gelijk speelveld te zoeken. Maar dan wordt het interessant, want mevrouw Merkel heeft net voor de kerst, Duitsland was voorzitter van de Europese Unie gedurende 6 maanden, en zij heeft er nog doorgedrukt dat er een Europees-Chinees investeringsakkoord zou komen om vooral de belangen veilig te stellen van de Duitse economie en vooral de automobielsector natuurlijk. En omgekeerd hebben de Chinezen Biden zien aankomen en nog snel, midden november, een regionaal handelsakkoord gesloten met de landen in de Pacific. Er zitten Filipijnen bij, onder andere. Dan wordt het wel al complex om eraan te beginnen voor Joe Biden, natuurlijk. Ja. Dus met andere woorden, hij wil dat wel doen, maar de kaarten liggen al vrij moeilijk. En het probleem is dat uiteindelijk, als je het geo-economisch bekijkt, dat de Verenigde Staten al jarenlang eigenlijk middelen terugtrekt naar het eigen homeland. Buitenlandse directe investeringen nemen relatief gezien, als je vergelijkt met China, nemen die in de Aziatische regio af. En dus heeft de Verenigde Staten steeds minder soft power in die regio om die rol te kunnen spelen. Ze hebben eigenlijk te lang naar zichzelf gekeken. Hmm. En ik denk dat dat een probleem zou kunnen worden voor Biden. Hoe gaat het met de Europese Unie verlopen? Tussen
ons en Joe Biden vanaf nu in de Verenigde Staten? Wel, aan de oppervlakte zal u misschien online, maar zal u een herbevestiging zien van de transatlantische relatie? Lijkt het alsof het goed gaat? Hebben we een stabiele partner waar we mee samenwerken? Maar onder de oppervlakte denk ik wel, ja, dat er een aantal verschillende belangen zijn. Onder andere Biden zal terugspreken over de NAVO natuurlijk. Hè, dat we meer moeten investeren in defensie. Ja, maar daar wordt gezegd, daar had Trump natuurlijk wel een punt als het gaat over de bijdrage van de andere landen. Klopt, maar we hebben nu de coronacrisis. En de economische fallout daarvan zal niet te onderschatten zijn. En zal dat onze begrotingen, onze Europese begrotingen, nog voor jaren beïnvloeden. En dus het groeipad naar 2024... waar we zogenaamd als Europese Unie naar die 2% zouden moeten gaan van het BNP dat we besteden aan defensie. Ik denk niet dat we dat gaan halen. En dat gaat voor vrevel zorgen, denk ik. Dus roze wolken, daar zitten we nog niet op nee. Dit ogenblik. Hè? Het worden alweer 4 boeiende jaren. We vervelen ons nooit met de States. Als... Zo is dat. Mooi is dat. Dankjewel, professor. We gaan kijken en dan hebben we zo meteen een uitgebreid vaccinatie- en virushoofdstuk. Maar eerst gaan we kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Of toch hoe de rest van de wereld naar Donald Trump en Joe Biden gekeken heeft. Dit is niet op de afspraak. In Europa wordt uitgekeken naar de nieuwe Amerikaanse president Biden. We have our differences, and they will not magically disappear. America seems to have changed, and how it's perceived in Europe and the rest of the world has also changed. Fuck you, Trump! Fuck you! Fuck you, Trump! Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. So, who else is feeling just a little... still? Who the fuck is Q? Who is it? Who is this person? Because none of it is fucking true. I went too far down the rabbit hole. Now I'm back out again. Lockdown, jawel, maar het moet wel netjes blijven. We zijn in Nederland. Winkels dicht, scholen dicht... En nu wil de Nederlandse regering ook nog een avondklok opleggen. En er komt later nog bij de augurk in de anus. Maar dat is vanaf juli pas. En dat is wel wetenschappelijk bewezen, die augurk? Wetenschappelijk bewezen dat het effect heeft. Dat effect heeft verder niets met het virus te maken, maar het is een effect. En we zoeken naar een effect. Ja, het wordt geen fijne tijd. Maar op zich, ja, als het onvermijdelijk is, dan moet het maar. De avondklok, niet de augurk. De vaccinatiesaga in Vlaanderen, daar gaan we het over hebben. U kent het verhaal, denk ik, intussen. Pfizer laat gisteravond voor de tweede keer in een week tijd weten dat het niet zal kunnen leveren wat er is afgesproken. Die boodschap komt dan via het federale agentschap tot bij de Vlaamse overheid terecht. En die moet dan opnieuw laten weten dat er problemen zijn en dat de hulpverleners in de ziekenhuizen zullen moeten wachten op hun dosis, op hun prik. En dat kwam in veel ziekenhuizen behoorlijk hard binnen. Ik ben eigenlijk gisteren huilend naar huis gereden van dit kan eigenlijk niet meer. Dit is onwezig, onbegrijpelijk. Ik had echt uitgekeken naar deze dag eigenlijk. En ik had echt van de overheid hierin zeker veel meer steun verwacht. Ik bedoel, we hebben zoveel regeringen hier in België en dit kan niet op een deftige manier geregeld worden. Heel jammer. Meneer Ramakers, u bent het hoofd van de Taskforce Vaccinatie, maar ook medisch directeur van het ziekenhuis waar de verpleegster in kwestie werkt, het Jassa ziekenhuis in Hasselt. Dat is een van uw verpleegsters. Wat doet u dat? Dat raakt natuurlijk een mens. We hebben allemaal begrip voor dit. Dit is effectief onbegrijpelijk. Dit zijn mensen, denk aan spoedgevallen, intensieve zorgen. Dit is iemand van een COVID-afdeling, hoofdverpleegkundige van longziekte. Uiteraard, die hebben de eerste golf doorstaan, tweede golf doorstaan, dus die hebben heel wat meegemaakt. En uiteraard, zoals in de strategie ook voorzien, kwamen zij zo snel mogelijk voor een eerste vaccinaties nu aan bod. Zelfs iets eerder dan voorzien, want we zijn volop bezig met de woonzorgcentra op dit ogenblik.
Dus ja, nu moeten horen dankzij twee keer op één volgend, met enkele dagen tussen van Pfizer, van we kunnen de afspraken die we gemaakt hebben deze week niet nakomen en ook volgende week zal het wat minder zijn. Mm-hmm. Ja, natuurlijk, dat is emotioneel bijzonder moeilijk voor die mensen, maar ook, ja, denk ik, al de overheden, taskforce en dergelijke, die dat allemaal voorbereid hebben, die de laatste weken enorm hard aan het werken zijn om dat allemaal in praktijk te brengen. Ja, u kan zich inbeelden dat niet alleen voor die zorgverleners, maar ook al die andere mensen, zowel vorig weekend als ook ja, de afgelopen 24 uur, ja, toch wel heel wat emo met zich meebracht. Het wordt pijnlijk bij momenten. Was dat bij u in het ziekenhuis in Antwerpen ook het geval, mevrouw Vliegen? Wel, ja, er was nog maar net gestart met vaccineren. In Leuven de collega's ook, van de spoed gevallen. Mijn eigen dienst is ook nog niet aan de beurt gekomen. U ook nog niet? Nee, absoluut nog niet. Dat hoeft ook niet. Ik had eigenlijk zelf vorige vrijdag al bij die eerste mededeling, toen ik thuis kwam, had ik zo'n enorme ontmoediging van, oh nee, nu ook dit nog erbij. Het is heel ontmoedigend. Dat is heel teleurstellend. Laten we eens kijken, meneer Raamakers, want ik denk dat er veel mensen, wij trouwens ook gisteren, niet meer kunnen volgen. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Hoe komt dat? Ja, in principe hadden we heel goede afspraken gemaakt met Pfizer. We zijn leveringsschema voor de eerste 3 maanden. En hadden we ook daartoe de nodige garanties gekregen dat ze dat gingen waarmaken. Mm-hmm. Dan vrijdag... Garanties, is dat op papier of hoe moeten we... Dat is duidelijk bevestigd, inderdaad. Van kijk, dat is jullie schema. Vandaar ook dat wij toch vanuit... Ja, tegelijkertijd hebben we de bekommernis. We hebben nog steeds toch wel belasting in de ziekenhuizen. Mm-hmm. Zelfs wat toename hier en daar. We hebben de Britse variant. Die toch nee, duidelijk zeker. En aanwezig is. Vandaar toch wel echte strategie. Zo snel als we kunnen beginnen... Goed, en wat... Alles wat niet gereserveerd is van stok, zeg maar, gaan we effectief gebruiken om versneld te beginnen met die zorgverstrekkers. En ja. Dat was maar goed, wat is er nu gebeurd? Dus vrijdag hebben we dan plots het bericht gehad dat hetgeen was afgesproken, en dat was vrijdag voor dus deze week al, dat er inderdaad minder doses gingen geleverd worden. De definitieve cijfers hebben we zaterdag gehad. Dat is dan herberekend voor deze week. Maar dus deze week opnieuw, dat ook nog de volgende week het minder zal zijn. En dan... Althans, Pfizer, komen we terug op het normale ritme en gaan we het zelfs naar het eind van kwartaal 1 toe ruimschoots volmaken. Nu dat er tegenslagen kunnen optreden, dat zal iedereen wel begrijpen. In dit geval is het ook dat ze een productielijn volledig aan het aanpassen zijn. Ja, dat is één element. Hè? Maar nu laten zij zelf, en we hebben daar nog eens voor gebeld met de mensen van Pfizer, want die konden vanavond ook niet naar de studio komen, dat het gaat over dat productieproces en het feit dat er nu plotseling... 6 dosissen uit een flesje in plaats van 5 gehaald worden, dan zeggen zij, ola, dat is niet volgens de regels, volgens de afspraken. En dan moet u maar zeggen of dat commercie is of dat niet zomaar mag vanuit medisch standpunt gebeuren. Maar zij zeggen, dan gaan wij onze dosissen ook aanpassen, dat het daarmee te maken heeft. Klopt dat? Nee, dat klopt niet helemaal, maar dat ga ik u dadelijk uitleggen. Maar dan vertellen zij onzin. Ik ga die uitleggen dadelijk. Mm-hmm. Ja. Eerste natuurlijk is, als we een goede campagne willen voeren... moet het planbaar zijn, minstens enkele weken op voorhand. Dus dat die communicatie zo laat-tijdig komt, denk ik voor alle overheden, ook voor de taskforce, je kan je dan niet meer onmiddellijk aanpassen. Nee, maar die communicatie, dat begrijp ik helemaal. Maar het feit, ik wil echt naar dat feit toe. Dus zij zeggen, kijk, nu haalt de overheid plotseling 6 dosissen uit flesjes van 5. Dat is niet zoals wij het hadden voorzien. Dan moet onze bijsluiter worden aangepast. Dat kan zomaar niet, dus gaan we de... Ja, dat verhaal klopt niet helemaal. Het is zo dat onmiddellijk toen we er zelf mee gestart zijn... Ook welk stukje klopt er wel van? Ik ga die uitleggen. We zijn gestart met EMA, die het ook goedgekeurd heeft voor 5 dosissen per flacon. EMA? Het Europees Geneesmiddelagentschap. Mm-hmm. Al snel bleek ook in ons land dat er meestal 6 dosissen uitkwamen. Wat interesseert ons natuurlijk is hoeveel dosissen hebben we... Hoeveel mensen kunnen we vaccineren? Mm-hmm. Uiteindelijk die flacons zelf en dan ook nog die pizzadozen, die trays. Het is hoeveel dozen we kunnen toedienen. Wat is er gebeurd op basis van die vaststelling dat we er 6 kunnen uithalen? Quasi altijd. Mm-hmm. Is dat opnieuw besproken in het geneesmiddelenagentschap? Mm-hmm. En hebben die recent gezegd, absoluut, we passen de bijsluiter aan, we gaan naar 6 dozen. Op 10 januari, hè? Klopt? Ja, klopt. Ja. Dus de vorige week, want het gaat allemaal heel snel natuurlijk... Mm-hmm. Wisten wij op dat ogenblik, goed, vanaf nu is het 6 dosissen per flacon. Mm-hmm. En dat is ook consequent aangepast, dat is ook contractueel zo voorzien, dat de principe de dosissen die gaan komen, die blijven zoals gepland, stabiel, met nu eventjes die 2 weken minder.
Uiteraard wordt het dan heel verwarrend. Want er zijn mensen die dan nog rekenen met de oude rekening. Hoeveel zit er in zo'n tray? Als je natuurlijk zegt, vroeger zaten daar minder doses in een tray, nu meer. Dus als je begint te rekenen, is er maar eigenlijk één parameter die goed is, die ja. logisch is. Dat zijn die aantal dosissen, dus het aantal vaccinaties. Ja. En als je dat vergelijkt natuurlijk, ja, dan zie je dat inderdaad in hun planning ze met die dosissen verder gaan. Maar uiteraard, dat geldt voor alle Europese landen. Ja. Wij krijgen dus, omdat er meer dosissen uitkomen, krijgen we relatief gezien minder van die pizzadozen. Ja, maar ik begrijp, dus als Pfizer jullie verkoopt, dan haal je daar toch zelf uit wat je wil? Of is dat nu zo'n verkeerde redenering? Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp de redenering perfect, maar die contracten zijn vastgelegd. Dus voor gans Europa, ook voor België. Het is per dosis. Wij krijgen, ja. we hebben contracten voor zoveel dosissen over die periode en hoe ze geleverd worden, in welke pizzadoos en hoeveel er daarin zit. Want dan heeft Pfizer wel gelijk, want zij voegen eraan toe, als je aan de telefoon hebt, kijk, dit had de overheid moeten weten, dat kan zomaar niet, hè. Dus dan moeten we dat gaan herbekijken. De overheid is te enthousiast geweest, en dan sluit ik even aan bij wat Margot Kloet gisteravond zei. Kijk, we moeten stoppen met die aankondigingspolitiek van we hebben zoveel dosis en we gaan dat en dit en dat kunnen doen. Die misplaatste euforie van plotseling 6 dosissen uit een flesje in plaats van 5. Hou daarmee op en beperk je tot wat je in huis hebt en niet op wat er zal geleverd worden. Zeker niet als er dan zo'n verhaal bij komt. Wat er nu gebeurt is dat deze week en volgende week worden er gewoon minder dosissen geleverd. Hoeveel? Deze week gaat het over een 7000. Volgende week zal het in de richting van de afgerond 12.000 gaan. In totaliteit natuurlijk kan je zeggen, goed, dat is niet het grote drama, maar nu net op dit ogenblik waren we met die planningen heel strikt aan het geraken en gingen we starten met inderdaad die eerste ziekenhuizen. Dat zal nu ietsjes later komen, maar nogmaals, ja, wij hopen dat het hiermee stopt en dat we vanaf nu, en die discussie loopt, ook Europees trouwens, ja, we gaan toch wel betere afspraken moeten hebben met Pfizer, dat we minstens enkele weken zekerheid hebben. Maar had de overheid voorzichtiger moeten zijn met de communicatie? Want plotseling was het Rijk van de Vrijheid was in zicht en het ging allemaal wel goed komen, ja. een serieuze tempoversnelling. Nee. We hebben daar allemaal nog op dit moment weinig van gezien. Hè? Ik denk dat dat niet helemaal klopt, ook niet. De belangrijkste doelstelling is natuurlijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen. Ook voor de zorgverstrekkers, om die eerste dosis te kunnen geven. Dat is realistisch natuurlijk op het moment dat je kan rekenen op die voorraden. Ja, natuurlijk, we gaan hier wel uit leren. Nu zijn de voorraden nog beperkt. Hoe groter die voorraden hopelijk de komende maanden waarschijnlijk worden, hoe minder impact zoiets heeft. Ja, meneer Ramakersma, is het nog het moment? Hè, want u zegt, we gaan er wel uit leren. Ik hoor uw collega, Corinne van der Meulen, van de KUL, denk ik ook, hè, vrijdag in de morgen, die zegt van, kijk, als je dat nu allemaal samenlegt, die taskforce-vaccinatie die had er al in de zomer moeten zijn. Wij beginnen daaraan in november. En als er dan zo'n dingen gebeuren, dan kan je daar niet met de gepaste snelheid reageren. Goh, ik denk dat we op dit ogenblik toch wel continu, als er iets gebeurt, daarop reageren. Dat zal nog nodig zijn, hoor. De komende weken en maanden gaan we continu toch wendbaar moeten zijn en ons aanpassen. Ik denk dat we nu al zien. Ja. Dat geldt nu voor de eerste fase. Die volgende fase gaan we dat continu moeten doen. Wat we geleerd hebben is van, ja, zet er nog geen datum op als je nog effectief die 100% zekerheid niet hebt dat dat vaccin toekomt. Ja, wanneer we gestart zijn, daar kan je over discussiëren. Ik denk dat we de Europese dynamiek volgen. Begin januari dat we gestart zijn. Met andere Europese landen ook. En goed, onze gegevens zijn vanaf deze week zijn ze publiek. Mm-hmm. We hebben ook vaccinet. Dat het heel goed registreert. Dus ik denk, laten we de komende weken even zien. We zien voor de woonzorgcentra dat we absoluut heel goed op kruissnelheid nu zitten. Goed, ik wil even nog iets aftoetsen. Frank van den Broeke zei, ik denk dat dat ook een dikke week geleden was, die zei van, het is goed geweest met al die vaccins in de diepvriezer. Het laatste wat ik zie op die site is 163.783 stuks. Is het niet tijd om daar een serieuze tand bij te schakelen? Ik leg dat dan ook samen met bijvoorbeeld het gegeven dat er op zondag, daar heb ik het gisteren met Mark van Rans nog over gehad, dat er op een zondag een paar honderd dosissen geïnjecteerd worden. Dat woonzorgcentra zeggen van, kijk, wij zijn pas begin februari klaar, dus wacht nog maar even. Dat is toch, moet dat niet allemaal een stuk sneller vooruit gaan? Nou, ik denk wat we nu net vaststellen, is dat we die versnelling hebben ingezet. Vandaar dat we nu eventjes even in die krap te komen, dat we daar moeten uitstellen.
En zoals ook al gezegd, de planning om effectief tegen eind januari de woonzorgcentra die eerste injectie gegeven te hebben en uiteindelijk naar een afronding te gaan vanaf half februari, daar zitten we op dit ogenblik absoluut op schema. En u ziet zelfs, het minste wat er hapert, dat we zelfs wat in moeilijkheden dreigen te komen. Ik denk in dit geval dat absoluut het zal lukken om die woonzorgcentra zoals voorzien verder te vaccineren. Maar zoals u ook gezien heeft, voor enkele ziekenhuizen, de eerste, ja, waar het aangekondigd was, ja, daar heeft... Maar ik heb eigenlijk nog geen antwoord op de vraag waarom het gegeven, als Frank van den Broek daar zo op duwt, hè, van het is genoeg met die dosissen in de diepvriezer, dat daar nu nog altijd 165.000 stuks in liggen, dat er op een zondag veel minder gevaccineerd wordt. Er zijn hier al een aantal mensen, en je komt natuurlijk veel andere experts tegen, collega's, die ook letterlijk zeggen, misschien niet op antenne hier, maar die zeggen, ik mis echt een stukje grinta. Ja. En die ook soms wel eens kijken naar u, die zeggen, ik wil wat meer vaart zien. Maar ik denk dat nu net die grinta de afgelopen week, vorige week al ingezet is, die we deze week echt wel volledig op die snelheid gingen komen. En wat u daar zegt, van wat zit er nog als dode stok in de diepvriezen? Ja, dat zijn we inderdaad in de eerste fase, die opstartfase. Goed, is daar inderdaad enige voorraad ontstaan, korte tijd. Maar het is nu net dat we die volledig aan het gebruiken zijn, die zijn een stuk gereserveerd of geprogrammeerd, die voorraden. En we zien nu het minste wat er in die leveringen effectief eventjes een hiccup komt, ja, dat dat onmiddellijk in die planning al consequenties heeft. Dus die versnelling is ingezet. We zitten nu op die kruissnelheid. Zijn leeg wanneer? Ja, 100% gaan die nooit leeg zijn. Dat zou ook goed zijn, natuurlijk. Dat er geen 163.000 stuks nog zijn. Ik zeg op dit ogenblik, zoals het nu ingepland is, in de loop van de maand februari, gaan wij echt wel op een moment komen. Als de volgende vaccins niet goedgekeurd worden, is dat we die volgende doelgroepen effectief maar mondjesmaat gaan kunnen vaccineren. Want die volgende doelgroepen worden alsmaar groter. En als we nu zien, dat is uiteraard een heel goede zaak, dat die vaccinatiecentra in opbouw zijn. Ik denk dat het nu al duidelijk is dat die vaccinatiecentra, de vaccins die we daar gaan nodig hebben, dat gaat in de richting van miljoenen gaan. En dat gaan die meevallers weer moeten worden, dat die vaccins worden goedgekeurd. Dan kan dat. Als we daar nog een tegenvaller hebben, dat vaccins niet goedgekeurd geraken, dan gaat dat ook weer impact hebben. Dus we gaan daar continu moeten een stuk vooruit, achteruit, hier en daar schakelen en uiteraard communiceren. We zullen vooral duimen ook, denk ik, dat het, dat het allemaal goed komt. Goed, mevrouw Vliegen. Voorzitter van de GEMS, de expertengroep die het overlegcomité adviseert. Wij moeten enkele dingen bespreken, hè, want vrijdag is het overlegcomité. Laten we eens beginnen met de scholen. Er is belangrijk overleg tussen de partners, de minister van Onderwijs. Enig zicht al wat daar nu uiteindelijk nog... Dat was nog bezig. Dat is nog bezig op dit moment, dus daar kunnen we nog niet al te veel over zeggen. Heeft u iets te zeggen wat u denkt dat er best vanuit virologisch standpunt of infectiologisch standpunt gebeurt? Ik hoor bijvoorbeeld zeggen, die richtlijnen, de scholen, is het niet goed van duidelijke richtlijnen voor alle scholen te hebben? Ja, maar die zijn er eigenlijk ook wel. En dus ik denk... Ik heb vanochtend iemand van het ACOD, was dat onderwijs, die zegt van, die zijn er niet. En, jawel. Het hangt er vanaf waar we over spreken, maar als het gaat over richtlijnen voor uitbraken, bijvoorbeeld. Hè, dus die richtlijn bestaat wel degelijk. Ik heb hem daarnet nog gezien, trouwens. Dus dat is niet zozeer het punt. Maar we hebben inderdaad de afgelopen dagen heel veel dingen met scholen, situaties met scholen meegemaakt. Met heel veel verschillende aanpakken. Vooral gevoed eigenlijk door hele grote ongerustheid over die Britse variant of andere varianten die zich misschien met meer vaart zouden verder zetten. Wat op de ene plaats geleid heeft tot grootschalige quarantaine, op de andere plaats vooral tot grootschalige testing. En, ik denk dat was de vraag ook een beetje. Ja, dat men daarop een beetje is van, hoe kan dat nu? Wat vindt u daarvan? Ik denk, om te beginnen, ten eerste, als je met iets nieuw geconfronteerd wordt, en die variant is voor een stukje toch ook weer een nieuw gegeven, waarbij we kijken naar het Verenigd Koninkrijk en naar Ierland en zien dat er daar toch fameuze curves zijn. Waarschijnlijk niet alleen door die variant, maar voor een toch daarmee verder in gang gezet. En als je dat dan ziet, dan worden wij natuurlijk ongerust. En dan willen wij willen we dat uiteraard niet hier. En we willen uiteraard heel kort op de bal kunnen spelen. Dus dat voedt natuurlijk hele forse
ja, acties door lokale besturen bijvoorbeeld, of hele uitgesproken meningen. Maar op een bepaald moment, ja, de ene doet dit, de ander doet dat, maar op een bepaald moment moet je toch wel ergens terug een, ja, een soort van modus operandi vinden en daar ook goed en helder over kunnen nadenken van oké, het plan dat we eigenlijk hadden voor uitbraken, volstaat dat? Ja, of volstaat dat niet op deze of deze vlak? En doe zo, het ja, dan. Gaan we dat dan bijsturen. En gebruik het dan ook. Ja, precies. Hè? Maar dus dat plan bestaat nu, okay. Het is wel zo, en dat wou ik nog even zeggen, de ene situatie is ook echt de andere. Niet. En de ene school is de andere niet. En afhankelijk van, hè, als je bijvoorbeeld weet ik veel, 3 besmette kinderen hebt in 1 klas, dat is iets helemaal anders dan 2 kinderen in 2 verschillende klassen, die dan ook nog bijvoorbeeld geholpen hebben met het uitdelen van eten aan andere klassen. Want dus de hele context maakt ook wel, en maar die inschatting wordt ook wel gemaakt door de CLB-arts, door de experts van zorg en gezondheid en door de arts van de eerste lijnzone. Dus je kan daar wel verschillende inschattingen hebben. Nog 2 wat die scholen betreft, 2 korte ja, ja. of nee vragen. Krookjesvakantie langer maken, ja of nee? Wat mij betreft... Wat uw wetenschappelijke ja, standpunt... Dat is een moeilijke, want de epidemiologisch zit het een beetje een dubbeltje op zijn kant. Ja. En natuurlijk, alles wat een beetje kan afkoelen, is voor ons altijd goed. Maar je moet dan ook kijken, ja, wat is het juiste moment en gaan we dat daar nodig hebben? En voor het onderwijs is dat afwegen tussen de voordelen en de nadelen. Ja. Dus ik weet het nog niet. Nee, oké. Mondmaskers voor 5e en 6e leerjaar bijvoorbeeld, leerkrachten ja, in het lager onderwijs? Wat ons betreft, en dan spreek ik voor de GEMS, zijn wij daar zeker voorstander van. De RAG heeft daar een meer onduidelijk advies afgeleverd. Dus dat is lastig. Maar ik denk in tijden van nood, en als we zien dat de zaken toch meer uit de hand zouden lopen, ja, dan kan dat in onze ogen toch een bijkomende bescherming zijn om zoveel mogelijk uitbraken te vermijden in die lagere school. Oké, benieuwd of dat meegenomen wordt. In het algemeen wil ik u ook met u eens bekijken, die jongeren. Moeten we daar toch iets voorzichtiger mee zijn dan in het verleden? En ik vraag het u, omdat ik denk dat u... wat was het begin deze week in West-Vlaanderen geweest bent, ja. In Houthulst, met gouverneur De Caluwe gepraat heeft. Ja. Daarna nam hij die beslissing om ja. Activiteiten voor jongeren onder de 12 ook even ja. stop te zetten. Is dan wel teruggefloten en zo. Ja. Heeft hij die beslissing genomen, onder meer op uw advies? Wel, wij hebben binnen de GEMS ook daar effectief, dat staat ook al in een van onze gepubliceerde adviezen, wij zijn heel erg bezorgd. Ja, dat zijn 2 communicerende vaten, hè, wat er in de klas gebeurt en wat er buiten de klas mm-hmm. gebeurt. En veel, ja, je weet, er is zo'n onderscheid, onder de 12 mag er eigenlijk bijna alles en boven de 12 mag er bijna niks. Dat is, en dat bijna alles, dat is heel fijn voor die kinderen natuurlijk, maar dat wil zeggen dat je heel veel bubbels en situaties mogelijk kan mixen met elkaar. De sportclub, de scout, de jeugdbeweging, de muziekschool enzovoort. En er worden ook geen maskers gedragen. Je kan heel moeilijk afstand houden. Dus, dat dus heeft u dan ja. toen gezegd van, kijk, doe dat maar even voor alle zekerheid? Ik heb de gouverneur erop geattendeerd dat dat een van de mogelijkheden was. Maar uiteraard denk ik... Dat het moest afgetoetst. Ja, uiteraard moet je dat aftoetsen. Is dan wel een beetje terug, dat is dan ja, wel de spanning ligt, wat tussen ja, precies. En dat is natuurlijk een onderwerp dat heel gevoelig ligt. En dat wordt ook vaak nog veel meer gevoelig gebracht. Terwijl ik denk, ook dat moet je een beetje ontdoen van de bijklank van kinderen mogen niet gestraft worden. Natuurlijk willen wij iedereen zoveel mogelijk sparen. Maar als het echt spannender zou worden, ja, dan moeten we wel kijken waar zijn er mogelijke bruggen van overdracht van virus tussen gezinnen en, maar goed, en scholen en dergelijke. Ik neem dan ook... Hè, want, moeten we zorgvuldig bekijken. Ja, Benjamin Dalle en ook Joachim Koens ja. hebben er anders over beslist. Ja, maar terecht. En dat is ook hun rol. Hè, en dat moet heel zorgvuldig bekeken maar worden. Maar die boodschap is dan ook wel tot bij hen geraakt. En zeker, dat zeker. Wel iets wat ja, ja, maar wij zijn ook constant ook in gesprek ja. met minister Dalle, die heel daar ook met ons al vele malen mee over nagedacht heeft. Hè. Dus dat is op zich een goede dialoog. Nog eens vrijdag overlegcomité. Wat die reizen betreft, want ik heb premier De Croo daarnet in het journaal horen zeggen, kijk, die niet-essentiële reizen, daar ga ik morgen voor pleiten op Europees niveau. Dan laat ons dat maar dicht doen. Wat is nu op dat vlak jullie advies? Want wij stellen nu vast, daar wordt nu al dagen over gepraat. Mm-hmm. En die 48 uur, mensen die binnen de 48 mm-hmm. uur terugkomen, die, mm-hmm. daar zijn nog altijd op dit moment geen verplichtingen voor. Mm-hmm. Is dat niet een beetje ja, te veel palmen? Ja, maar er zijn heel veel verschillende dingen. Dus we hebben niet één advies gegeven, we hebben een hele set aan aanbevelingen gegeven, juist omdat de
al die reizigers, ja, je kan die eigenlijk grofweg in... Er zijn vier soorten categorieën, of twee grote. Je hebt de essentiële en de niet-essentiële. Die niet-essentiële, dat is een grote groep. En dat is eigenlijk... Ik ben blij als ik het de premier hoor zeggen, want dat is waar wij ook heel erg naar streven. Als we die groep al tijdelijk heel sterk kunnen reduceren, dat zal enorm helpen. Als we alle mensen die voor hun vrije tijd gaan reizen, hoe fijn ook, als we dat tijdelijk eigenlijk echt tot een minimum kunnen beperken of gewoon verbieden, dat zou al een enorme vooruitgang zijn, tijdelijk. Maar dan heb je natuurlijk nog de categorie van mensen, de essentiële reizen. Hè? Dus een reis die wel moet doorgaan. Het zij om professionele redenen, mensen die om diverse redenen professioneel kunnen reizen, of om privéredenen. Als je bijvoorbeeld als je kinderen, als je co-ouderschap hebt over de grens, of als je een familie... Dat ligt niet op tafel. Nee, maar dat is een vrij uitgebreide lijst, die essentiële reizen. En, maar vindt u dat dat toch allemaal... Want ik vind dat lang duurt, eigenlijk. Ja, wij zouden altijd alles graag rapper zien, zonder enige twijfel. Maar sommige van die zaken, ik moet eerlijk zeggen, ik heb liever een iets tragere ja dan een snelle nee. Ja. En als dat moeilijke onderwerpen zijn, en dat is legaal en internationaal en technisch lastig, dan heb ik liever het vooruitzicht dat dat op een aantal dagen beslist wordt, dan dat men op 24 uur zegt, ja, nee, sorry, daar beginnen we niet aan. Ik wil nog één ding met u aftoetsen, mevrouw Vliegen. De horeca. Vandaag een interview met woordvoerder De Kaluwe gelezen in het laatste nieuws, onder meer. Alsjeblieft, laat ons openen op 1 maart. Ik zal het samenvatten nu. We beloven om heel, heel, heel voorzichtig te zijn. En heel klein te beginnen met een gezinsbubbel en dan eentje erbij of zo aan tafel. En u wilt dat ik daar hierop reageer? Ik wil eens weten wat u ervan denkt. Of dat u zegt, want u zou kunnen zeggen, geen sprake van. Maar denk ik niet dat maar dat wij zal werken lukken. Niet met data. Wij zijn volledig afhankelijk, wij allemaal. Maar binnen de versoepelingen, we zijn helemaal afhankelijk van de evolutie van de epidemiologische curve en van die cijfers. En alles hangt ervan af hoe de cijfers op 1 maart zijn. Maar ik leg die datum niet op tafel, hè, de Vlaanderen doet. Maar wat is dat met wat u nu weet en de curves en uw expertise die u al jarenlang heeft? Denkt u van, oei, dat zal... Het lijkt me vrij snel. Ik begrijp helemaal alleen. En ik bedoel, iedereen moet zijn perimeter verdedigen. Dus wat meneer De Kaluwe doet, begrijp ik volledig. Maar wij kunnen daar niet ja of niet nee op zeggen. Net zoals dat we aan de evenementensector ook niet ja of nee over deze of geen datum kunnen zeggen. Het lijkt u vroeg. Ja, maar goed. Laat ons gewoon vooral naar die epidemische curve kijken en ervoor zorgen dat die verder naar beneden gaat en niet terug naar boven. En daar hebben we allemaal wel in de hand. Ja. En wie wil er niet op restaurant gaan? Als het mag en als het kan, zullen we het allemaal met plezier doen. En een beetje later is het paas. Hij zal wel gekeken hebben, vermoed ik. Goed, dankjewel voor uw komst. Dankjewel ook aan de andere gasten. Fijn dat jullie er waren. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Fijne avond nog bij Canvas en tot morgen.